Dinsdag werd de Bijlmerramp voor de 19e keer herdacht bij de boom die alles zag. Vlak bij de plek waar in 1992 een vliegtuig neerstortte. Nabestaanden, ambassadeurs en politici legden ter nagedachtenis bloemen neer en er werden diverse toespraken gehouden. Jullie dierbare geliefden, die bij de ramp van 4 oktober 1992 het leven hebben moeten laten. Jullie ogen zijn inderdaad gesloten. Omdat er hier mensen zitten, rondom de boom die alles zag en van jullie houden, zien ze dat jullie nog steeds om hem heen zijn. Ondanks de goede opkomst herdenkt niet iedereen de ramp op deze dag. Er zijn er altijd mensen die zeggen, deze hijsa hoef ik niet. Ik kom een dag eerder of een dag later en dan kan ik in alle rust hier zitten. Kan ik genieten van de bloemen en dan kan ik wel herdenken. Maar het is dus meer wat je net ook hebt gehoord in de toespraken van elkaar bemoedigen. Ook Henk van der Belt, de allereerste ooggetuige van de ramp, was aanwezig. Een aantal dagen geleden lanceerde hij de website skepsis.nl. Het is de bedoeling dat daar allerlei onderzoeken op komen die bewoners hebben gedaan. Allerlei verhalen, allerlei vergeten helden daarop komen. Dat daar een soort portal wordt voor al die aspecten die in de loop der jaren zoveel aandacht hebben gekregen. En waarom is dat van belang? Een document, een eerbetoon aan hen die zich op allerlei manieren hebben ingezet voor die Bijlmerramp. En voor de, zeg maar, voor de slachtoffers. Ja. En volgend jaar de 20e herdenking. Wordt dat bijzonder? Dat zal specialer zijn. En ik persoonlijk, persoonlijke titel denk ik, van dan hoop ik ook dat we daarna het gewoon aanpakken in de trant van de mensen die op 4 oktober spontaan willen samenkomen. Die komen hier dan spontaan samen. En dan hoeft dat wat mij betreft niet meer op deze manier. Geen algemene. Nee.